Ja, het is een beetje een rotzooitje. Bewoners van de Grietenij in Lelystad kunnen op dit moment met de fiets even geen kant op. Vanwege de aanleg van een nieuwbouwwijk zijn alle fietspaden in het gebied achter het politiebureau tussen de Middendreef en de Zuigerplasdreef opgebroken. Het gevolg is dat veel fietsers niet meer weten hoe ze aan de andere kant van de stad moeten komen zonder daarvoor over de stoep of de weg te rijden. Ja, dat is één drama hier al. In plaats van ze daar gewoon een hek zetten aan de andere kant van de brug, dat je niet over de brug kan. Maar je kan gewoon de brug op in het begin. Dus je denkt dat je daarna gewoon door kan rijden. En daarna zie je een halve hek. Niet volledig afgesloten, dus één drama hier. Maar ga kijken hoe ik alsnog daar kan komen. Nou, ik denk dat ik over de weg ga. Dat denk ik wel. En als ik een boete krijg, zie ik dan wel weer. Nou ja, ik probeer thuis te komen, maar ben al 3 keer heb ik moeten omfietsen. Soms zijn de borden weggehaald, sommige stonden er nog wel. Dus ik kwam ineens in het zand terecht. Dus niet helemaal duidelijk, nee. Volgens een buurtbewoner is er contact geweest met de gemeente. De telefoniste zou gezegd hebben dat er tientallen klachten binnengekomen waren, maar dat er niemand bereikbaar was om iets aan het probleem te doen. Vooral die mensen die daar wonen, dat is wel kut. Ja. Dat is lastig. Ja, ik denk dat die mensen over de weg moeten. Mensen met een scootmobiel.